zo, gewoon hetzelfde is. Sommige dingen zijn echt op z'n kop, hoor. Want je hebt dus nu bijvoorbeeld ook, zeg maar, die afhaaltenten. Mm-hmm. Die waar je, zeg maar, in Indonesië zo. Dat is nog steeds een afhaaltent. Ja. Dus die maakt nog steeds geld dat mensen eten afhalen. Maar als je echt een heel exclusief restaurant bent, die niet aan afhalen deed, dan is dat ineens weer nu een hele gekke periode, snap je wat ik bedoel? Ja. Want zijn sommige dingen zijn ook met beleving. Je hebt toch die, hoe heet die, dat heb ik ook wel verteld in de podcast, dat zijn komen kijken bij mijn show, dat die bij Amstel, die blinden, zijn een restaurant. Oh. Ken je niet? Nee. Nou, je hebt zo'n restaurant en dan ga je naar beneden. Ja. Volgens mij, nee, je gaat niet naar beneden. Je gaat naar binnen en dan is het helemaal zwart. Okay. Je ziet het niet. Ja. Senses heet het, of sense heet het zo. Okay. En je zit dan. Je wordt naar binnen geleid door iemand die blind is. En die zet je dan neer. En je ziet je partner ook niet. Dus ja, we zitten gewoon tegen elkaar. We zien elkaar niet. En dan krijg je eten. En dan brengt hij je handen naar het bestek en zo. En dan zegt hij waar het is. En dan eet je het op. Ja. En dan gaat het dus alleen maar om de beleving dat je dus alleen maar proeft. Dus je ziet niet. Ja, precies. Je ruikt alleen, je proeft. Je smaakt, en wat je ook hebt natuurlijk is de... je hoort het geluid natuurlijk. Ja. En zij zijn dus in het donker, zij weten precies waar ze moeten lopen en zo. Ja. En toen dacht ik, zij doen niet aan bezorgen, nu. Dat is niet echt. Was de setup te lang? Nee, geweldig juist. Ik vind het perfect. Dat is juist goed. Oh, het goed zeg. Ja, maar ja, dus... Er zijn mensen die dus een concept hebben, die kan je nu echt niet doen. Ik was daar, hè, in het restaurant. Ja, ja, ja. Ik zat heel veel. Maar dat kan misschien ook door die vlieg. Zo heel zo nonchalant door die vlieg. Ja, maar zo. Misschien kan ik hem dan zo verstoppen. Ja, dat denk ik had hem eigenlijk al gezegd. Ik zei al afhalen. Ja, klopt. Ik heb echt een grap al weggegeven. Ja, nee. Hele goede afleiding.